Yo, Jim en Mora gingen samen met jullie op zoek naar een nieuwe frituursnack voor jongeren die in 2015 zal worden gelanceerd. Jullie daar thuis konden jullie mening achterlaten op onze website jim.be en aan de hand van jullie mening worden hier achter mij drie mogelijke frituursnacks ontwikkeld. Nu, van die drie gaat er maar eentje overblijven en hoe dat die gekozen wordt, dat leg ik straks uit. Eerst gaan we naar binnen, naar de Mora-fabriek, want daar worden al die overheerlijke snacks gemaakt. En ik ben al een hongerke te krijgen, dus let's go! De gymsnack die ligt niet zomaar in je favoriete frituur. Nee, die moet eerst gemaakt en ontwikkeld worden. En dat gebeurt hier in het Mora Labo. Chef Enrique is hier druk aan het experimenteren voor de drie prototypes van de gymsnack. Mag dus, ik misschien helpen? Zeker. Dit. Applaus, een beetje. You are the summer of my life. Hoe houden jullie rekening met alle smaken die de gymkijkers naar jullie hebben opgestuurd, want dan moeten er duizenden zijn geweest. We kijken naar de meest voorkomende smaken die binnen zijn gekomen en de ingrediënten. En die proberen we eigenlijk samen te voegen om te kijken of we een ideale mix kunnen vinden. Hoe gaat die mogelijke gymsnack er nu uitzien? Hier vinden alleen de experimenten plaats met de verschillende kruiden en de groenten. Ja? Als je echt wil zien hoe een gymsnack eruit zou kunnen zien, kan je beter naar de productie gaan. Oké, dan ga ik dat doen. Chef Enrique, nog heel veel plezier met experimenteren en ik ga naar de productie al. Als ik aan de nieuwe gymsnack denk, dan moet daar ook natuurlijk het gymlogo op. Maar dat is hier geen enkel probleem. Net zoals op deze Picanto, die rollen daar de laserbrander in. Die komen er langs de andere kant uit. En zoals je ziet, het Mora-logo staat erop. Dus dan wordt het gymlogo zeker geen probleem. Ja, Bart, jij bent hier productieverantwoordelijke bij Mora. We hebben al vandaag al heel veel mogen zien. En nu staat bij de wereldberoemde Citolijn. Is dat een mogelijkheid om een gymsnack op een stokje te steken? Dat is zeker een van de mogelijkheden. Is er wel nog plek voor een gymsnack op een stokje hier? Ja, mensen, wij maken ongeveer 5000 citos per uur, 40.000 per dag. Ik denk dat ik zelf eens ga onderzoeken of het wel een goed idee is om een gymsnack op een stokje te steken. En dan nu misschien het belangrijkste in het ontwikkelingsproces van de gymsnack. Het proeven. Hier naast mij zitten twee professionele proevers van Mora. Dus heren, ik zou zeggen, tas toe. Waar let u nu het meeste op? Nou, als eerste op de smaak. Hè, of het lekker in de mond ligt en of de smaken goed doorkomen. Waar bent u op aan het letten? Nou, ik kijk naar de samenstelling van de vulling. Alles mooi verdeeld is of het er mooi uitziet. Tot 1 november op de Korenmarkt in Gent. Daar gaat duidelijk worden welke van de drie prototypes het meeste in de smaak valt bij jullie. En die wordt dan in 2015 gelanceerd. Maar er is meer. Je kunt tijdens Gym Explore ook een screentest komen doen voor de nieuwe ster te worden in de tv-campagne van Mora. Wil jij graag de nieuwe Cora van Mora worden? Kom dan zeker afgezakt naar Gym Explore in Gent. Tot dan!